Denk je aan het Nederlands Openluchtmuseum, dan denk je aan de Nederlandse cultuur. In het museum vind je verschillende vormen van cultuurerfgoed. Maar sommige typische culturele fenomenen zijn niet altijd gemakkelijk te presenteren in de vorm van een gebouw. De eetcultuur bijvoorbeeld. Snacken is onlosmakelijk verbonden aan onze cultuur. Toch at men 60 jaar geleden vrijwel nooit buiten ons huis. In 1960 gaf 84% van de bevolking aan zelden of nooit in een restaurant te eten. 20 jaar later is het percentage gedaald tot 26%. Wat is er in de tussentijd gebeurd? En hoe kan het dat er in relatief zo'n korte tijd zo'n maatschappelijke verandering heeft plaatsgevonden? Een bedrijf dat hier onder andere van invloed op is geweest, is de Febo. Ik sta hier op de plek waar de allereerste Febo in 1941 geopend had moeten worden. De Ferdinand Bolstraat in Amsterdam. Vandaar ook de naam Febo. Klinkt natuurlijk als een leuk verhaal, maar in werkelijkheid nam Johan de Borst een bakkerij over op de Amstelveenseweg, waardoor de naam Febo eigenlijk niet meer klopte. Omdat de naam al in alle statuten was opgenomen, hebben ze het maar zo gelaten. Niet wetende natuurlijk dat de toenmalige bakkerij zoveel invloed zou hebben op de cultuur die zich in de jaren daarna ontwikkelde. Uiteindelijk is er pas in 1993 een Febo geopend op de Ferdinand Bolstraat. Nou, dit is de Febo op de Ferdinand Bolstraat, maar het is natuurlijk niet de plek waar het allemaal begon. Nu nog een beetje vroeg voor een patatje, maar het komt later wel goed. Dit is dan de plek waar de echte eerste Febo werd geopend. Maison Febo was toen nog een brood- en banketbakkerij. Na de oorlog begon Johan ook met het verkopen van slaatjes en ontzettend populaire kroketten. Volgens eigen geheime recept, waardoor de bakkerij eigenlijk een lunchroom werd. Vanaf de jaren 30 begonnen zich in Europa en vanaf 1931 in Nederland automatieken te verspreiden. Hoewel in de meeste landen de automatiek rond de jaren 60 weer uit het straatbeeld verdween, bleef deze in Nederland razend populair doordat Febo de trend vanaf 1960 opnieuw oppakte. Omdat bakkerij Febo op deze plek zo'n succes was, besloot Johan zijn woonhuis om de hoek van de Karperweg om te bouwen tot automatiek. Kom maar even mee. Nou, Johan blijft wel kroketten bakken in de keuken voor deze automatiek. De blijvende populariteit zorgde voor steeds meer aanvraag voor Febo franchise-filialen. In de jaren erna ontwikkelde Febo ook steeds meer eigen recepten, waardoor bijvoorbeeld verse frieten vast onderdeel werden van de cafetaria's. En daardoor begonnen ze steeds meer te lijken op snackbars zoals we die nu kennen. Jij bent de directeur van de Febo en de Febo is een echt familiebedrijf, want jouw opa, Johan de Borst, is de oprichter van de Febo. Klopt. En ik was eigenlijk wel benieuwd wat de Febo nou zo uniek maakte in zijn tijd. Ja, in die tijd waren er veel bakkers in Amsterdam die snacks maakten, waaronder kroketten. En mijn opa onderscheidde zich in die tijd al door zijn kwaliteit. En wat maakte die kroketten van jouw opa nou beter dan de rest? Ja, mijn opa die ging echt voor kwaliteit. Dus als de roomboter op een moment wat duurder was dan het andere moment, dan liet hij zich niet verleiden. Hij hield zich bij zijn receptuur. En dat doen wij vandaag op dag nog steeds. Wat maakte het eigenlijk dat de Febo toen zo hard groeide? Mijn opa kreeg heel veel vraag naar filialen. Op een gegeven moment had hij er een stuk of 10 zelf in eigen beheer. Alleen ja, dat bezorgde voor hem behoorlijk wat romslomp. Toen is hij gaan beginnen met verpachten. Okay. En dan heel snel in 1975 is hij begonnen met franchise. Ja, mijn opa kon ze weer meer gaan richten op productie. Dus hij kon snel groeien. Ja. En had Febo dan niet nog harder kunnen groeien of was dit het echt? Had waarschijnlijk wel gekund, alleen wij kiezen voor kwalitatieve groei en niet de kwantiteit. Nee. En wat zijn typische snacks van de Febo die nu nog steeds in de Febo te vinden zijn? Mijn opa verdiepte zich heel erg wat er in de wereld en in het land gebeurde. In Amerika begon McDonald's natuurlijk. Die verkocht heel veel hamburgers. Zijn eigen grillburger gaan ontwikkelen. En op een gegeven moment is mijn opa ook zijn eigen roomijs gaan ontwikkelen. En sinds 1978 ook de grillburger. Nou, dat zijn onze twee helden, dus kroketten en de grillburger. Steeds verder tot een echte snackbar. Dus tot een eigenlijk volledig assortiment. Ja. Ja. Zouden de automatieken zonder de Febo al verdwenen zijn uit het straatbeeld? De laatste jaren is het wel afgenomen. Wij houden nog altijd vol. Wij zien de automatiek ook als onze showroom. Wij vinden het heel belangrijk. Het is hard in ons bedrijf. Ja. We zijn een concept wat op snelheid en op impulses gericht. Dus snel even een kroketje halen bij Febo, staan we bekend om. Ja. Ja, en vaak hebben de gasten bij ons geen eens behoefte aan een praatje. Het gaat echt om even eten en weer... En vooral de snelheid en het gemak. En zien wat je koopt. Dat de Febo van grote invloed is geweest op de Nederlandse snackcultuur, dat is wel duidelijk. Maar waarom schetst juist het verhaal van de Febo zo'n duidelijk beeld van de verandering van de Nederlandse eetcultuur? Wanneer en waarom was men ineens wel bereid om buitenshuis te gaan eten? En hoe kan dit in een kleine 20 jaar zo radicaal veranderd zijn? Ubbel Zuiderveld houdt de Nederlandse voedseltrends al lange tijd bij en heeft verschillende boeken geschreven over de ontwikkeling van de snackcultuur in Nederland. Waaronder een boek over de Febo.
In het Openluchtmuseum spreken we met hem over het toenemend buitenshuis eten vanaf 1960. Hallo Ubo. Hi. Jij bent de expert op het gebied van eten buitenshuis. En ik heb net al wat geleerd over snacken, maar ik was eigenlijk wel benieuwd waarom snacken pas vanaf de jaren 60 zo'n progressie heeft gemaakt. Snacken is eigenlijk van alle tijden. Vroeger in de middeleeuwen en zo werd al op allerlei jaarmarkten en zo natuurlijk ook gewoon wat gegeten. Frietzaken in Nederland die zijn er al vanaf waarschijnlijk de jaren 60 in de 19e eeuw. Maar je moet niet vergeten, na de oorlog, Tweede Wereldoorlog, was heel veel behoefte aan kleine hapjes. En in de jaren 60 kregen de jongeren steeds meer geld. Ja. En omdat de jongeren steeds meer geld kregen, konden ze hun eigen keuzes maken. Daar haakten cafetaria-achtige bedrijven en broodjeszaken op in. Dat werd ook vaak een soort hang-out, zeg maar, voor jeugd. Ja. En langzamerhand kwamen de ouders mee. En zo is eigenlijk ook een beetje het eten buiten de deur in Nederland begonnen. Hoe kan het dan zo zijn dat eten afhalen en eten buiten de deur in zo'n korte tijd zo populair is geworden, terwijl dat eerder in de Nederlandse cultuur niet echt paste? Ja, dat heeft met een heleboel ontwikkelingen te maken. Kijk, wat ik net al zei, jongeren en ook gezinnen kregen steeds meer geld. Dus dat betekent dat je toch buiten de deur wat meer gemak zoekt. Hè? Eerst maakte chef-koks alles zelf. Ik zag dat de industrie zich er ook mee ging bemoeien. Dus het werd goedkoper en breder verkrijgbaar. Vanaf de jaren 70 zagen we natuurlijk McDonald's en dat soort zaken in Nederland opkomen. Wat ook weer te maken had met het autobezit. Dus daar kwam dan de McDrive op een gegeven moment vandaan. En daarnaast zag je dat mensen gingen natuurlijk steeds verder op vakantie. Leerden nieuwe keukens kennen in het buitenland. En die zag je ook naar Nederland komen. Al die ontwikkelingen samen, die zorgden eigenlijk een beetje dat de horeca werd zoals die nu is, zou je kunnen zeggen. En hoe kan het dan zijn dat snacken nu zo populair is en dat mensen zelfs kleding van bijvoorbeeld Febo dragen? Ja, dat mensen dus zich heel erg identificeren met een merk, dat heeft ook weer met heel veel culturele ontwikkelingen te maken. Vroeger was Nederland verzuild. Dat is allemaal verdwenen. Ja. En dan zie je dat mensen zoeken toch nieuwe methodes om zich te identificeren, om te laten zien wie ze zijn. En dus gaan ze zoeken naar merken waar ze zich goed bij voelen. Nou, heel erg bedankt. Ik heb heel erg veel geleerd. Nou, het wordt nu tijd om antwoord te krijgen op mijn volgende vragen. Het is duidelijk dat er binnen onze eetcultuur een grote omslag heeft plaatsgevonden de afgelopen 60 jaar. Onlangs heeft het Nederlandse Frituurcentrum een aanvraag gedaan voor de Vaderlandse Alfa-frituur op de inventaris van het Immaterieel Erfgoed Nederland, wat onderdeel is van het Nederlands Openluchtmuseum. Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland heeft als doel om het immaterieel erfgoed te promoten en het toegankelijk te maken. In het museum ontmoeten we Frans van Rooij van het Nederlands Frituurcentrum. We vragen hem in hoeverre de Nederlandse cultuur en de snackcultuur één zijn geworden en waarom het belangrijk is dat snacken in Nederland blijft bestaan. Frietje kan natuurlijk niet ontbreken, dus alstublieft. Dankjewel. Nou, jij bent directeur van het Nederlands Frituurcentrum. Nou, jullie hebben aangegeven de afhaalfrituur bij te willen schrijven bij het inventaris immaterieel erfgoed. En waarom is dat zo belangrijk? Het is een feestelijk moment, vaak als afsluiting van de week. Ja, of vrijdag, wanneer de werkweek voorbij is, dan wordt de gezinszak friet gehaald. Ja. En dan komen we thuis en dan staat de frietappmoes al op tafel. Ja, en dan is het genieten met elkaar. Ja, ja, dat doen wij inderdaad zelf ook thuis. Dus dat herken ik. Ja. En in hoeverre zit snacken eigenlijk verweven in de taal? Ah ja, je hebt de term vette bek halen. Die vaak door studenten wordt gebruikt wanneer ze aan het stappen zijn. Maar ook een frietje halen bij de cafetaria op de hoek. Dat hoor je heel vaak. Ja, dat zijn eigenlijk echt spreekwoorden geworden bijna. Bijna wel, ja. 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 Nou, grappig dat het inderdaad zo erg in onze taal is verweven. Dan heb ik eigenlijk nog één laatste prangende vraag. Blijft de snackbar wel bestaan? Ja, zeker. Maar er zal wel veel gaan veranderen. En dat heeft het door de jaren heen al gedaan. Het begon met een eenvoudige frietpakket en uiteindelijk zijn daar snacks bijgekomen. Een vitrine waaruit wordt verkocht. En daar zie je een andere samenstelling geleidelijk aan ontstaan. Ja. Dat we meer richting de vegetarische kant ook opgaan. Hoewel friet natuurlijk al helemaal een vegetarisch gerecht is. Ja. Maar ook de snack zelf. En als we het hebben over minder vlees eten en dergelijke. Ja, dan hebben we dat eigenlijk in de snackbar uitgevonden. Want in een kroket zit in principe weinig vlees. En datzelfde geldt voor een frikandel. Is het gewoon een hele duurzame snack geworden. Dus als het aan jou ligt, blijft de Nederlandse snackbar gewoon lekker bestaan? Jazeker, dat gaat zeker gebeuren. En zeker nu dat we de aanvraag hebben ingediend. Super, daar ben ik heel erg blij mee. Proost. Tot zo. Ik ben in ieder geval super blij dat de snackbar blijft bestaan in Nederland. De opkomst van de vette hap heeft er in ieder geval voor gezorgd dat snackbars een belangrijk onderdeel zijn geworden van de Nederlandse cultuur. En daarmee ons eetgedrag. Hoe de toekomst eruit ziet is lastig te voorspellen. Gaan we meer vegetarisch eten en laten we ons kroketje links liggen? Vet heeft in ieder geval een cruciale positie in ons dagelijks leven bewachtigd. En wil je daar nog meer over weten? In 2019 staat het thema Gruwelijk Lekker centraal in het Openluchtmuseum, waar het onder andere ook over vet gaat. Ik stuur jullie heel graag bij de volgende les van Tess weer. Doei!